Hierbij dopen wij deze tulp tot de Freedom Flame Tulp. Daar staan ze dan, Wil. Wat zijn ze mooi, hè? Jawel, hè? We zijn nu groot. We zijn hier op het land van Meverits in Sint Maarten en daar staan onze tulpen. Ik hoop eigenlijk dat die mensen er weer van bewust laten worden van hoe goed we het hier hebben eigenlijk. Dat wij vrijheid hebben en anderen niet. Het moet gewoon levend blijven. Dat is hem dan. Dit is hem dan, ja. Is hij mooi of is hij niet mooi? Je merkt gewoon dat heel veel mensen het vergeten. En we mogen dit niet vergeten. Vrijheid is gewoon heel belangrijk. Was lang zoeken? Nee, dat was binnen een week geregeld. Dat viel vreselijk mee. Ja, we willen straks eigenlijk een crowdfunding opzetten om de tulp te gaan verkopen aan mensen. En dat geld wat we dan op gaan halen, willen daar weer bankjes, hele mooie bankjes voor gaan kopen. En die weer neer te gaan zetten bij herdenkingsplaatsen. Een heel bijzonder persoon mag straks de doop gaan doen. Ja, Ray Lord uit Engeland, veteraan van 94 jaar. Samen met de burgemeesters gaat de tulp dopen. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn heel erg gespannen. Het gaat lukken. What do you think of the flower of the tulip? Very good, very nice. It's an honor for me to be asked to christen the tulip.